2000 kinderen, 10.000 mieren. En daarmee is Tapir Terrarium officieel geopend. En mogen jullie met de wasbeer mee voor een rondleiding. Achter mij zie je een heel groot bord. Daar staan 10.000 namen op van 10.000 scholieren van Inovo. Dat is de sponsor van de mieren in ons mierenverblijf. En daar werd gezegd, alle scholieren krijgen hun eigen mier. Dus hier achter me zie je 10.000 namen van kinderen. Nou ja, wat zie je in dat tapir terrarium? Daar zitten dus die mieren in. Maar er zitten ook slangen in. Groene anaconda, grootste slang ter wereld. Zo groot is die nog niet hoor. Hij mag nog een beetje groeien bij ons. Maar het is eigenlijk vooral de binnenstal van de tapirs. Die zaten altijd al in onze collectie. Dus die kun je hier binnen ook zien. En er zitten ook nog gifkikkers bij, vogels binnen. Dus een heel divers gebouw. En dat wilden we ook. We willen laten zien hoe rijk Amazone, het Amazonebekken is in de wereld. En daar leven gewoon heel verschillende soorten dieren. Nou ja, hoe Gaia zich precies zou ontwikkelen, had ik natuurlijk niet kunnen zien. Maar dat Gaia-park zich zou blijven ontwikkelen vanaf de dag van de opening 10 jaar geleden, ja, dat stond als een paal boven water. Een dierentuin die niet blijft veranderen en blijft verbeteren, dat is niet goed. Dat zou betekenen dat Kerkrade een toeristische trekpleister werd. Nou, dat zagen veel Kerkradenaren toch nog niet helemaal zo zitten. Het is omarmd door de bevolking. Vroeger was dit niks. Hè? Het waren een paar voetbalvelden en een zwembad. En nu hebben de mensen uit Kerkrade eigenlijk een iconische tuin erbij gekregen. En dat heeft ook positieve gevolgen voor de leefbaarheid. Mensen zijn er gelukkiger van geworden. Zij die hier wonen, los natuurlijk van het feit dat we ook heel veel banen hebben gekregen. Werkgelegenheid, vooral voor de jongeren. Dus ja, is echt, ik ben heel blij. We wisten wel dat we in een mooie groene omgeving waren, maar je kunt het ook laten zien als je een camera de lucht instuurt. En dat hebben we vorige week gedaan. We hebben zo'n mooie dronecamera eigenlijk om een meter of 40, 50 boven Gaia en de omgeving laten vliegen. Ja, we hebben die film daar straks getoond en iedereen heeft het erover. Ongelooflijk. Is dat echt? Ja, het is echt. Het is vorige week gefilmd. Zo mooi is deze omgeving. Dus wat we gaan doen in de toekomst is denk ik vooral de verbinding zoeken met die omgeving. Wij zijn geen alleenstaande attractie. Er is een prachtig museum hier, Sea City. Er is de grootste indoor skibaan van Europa, Snow World. En dat ligt hier allemaal vlak om de hoek. Dus als we al die dingen nou samen met elkaar verbinden, dan hebben we gedacht, als je dat nou zou kunnen doen met een kabelbaan, ja, dan heb je weer een heel nieuwe belevingswereld die je aan Gaia toevoegt. Je moet zich voorstellen dat toen Gaia zich hier kwam vestigen, hè, en de ideeën erover waren, dat niemand geloofde dat er toerisme kon plaatsvinden in een voormalige mijnstreek. En Gaia heeft bewezen dat dat kan en dat dat succesvol is. Einstein zei altijd, hè, keine Idee ist gut, die nicht zu Anfang als unmöglich galt.